Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en hebben jullie het misschien toevallig gemist? Dan zou ik zeggen, ga het zeker weten eventjes checken. De Enzo Olympics, een live show voor de allereerste keer, 24 september. Check de link in de beschrijving, haal daar je tickets. Het wordt echt een hele gave show, een interactieve show met het publiek. Zorg dat je erbij bent, dit wil je niet missen. Het wordt echt één groot gekkenhuis met Benny, oftewel Thijs. We hebben twee super presentatrices. We hebben natuurlijk mijn vriendin Myron en we hebben lieve Nicole. En we hebben dan ook de vriend van Nicole als deelnemer, dat is Lars. Dan hebben we ook nog Pim erbij, de personal trainer van mij. Dat wordt echt een fanatieke wedstrijd. Dat doe ik natuurlijk zelf mee, ik ben ook aanwezig. En we hebben natuurlijk niet te vergeten de legendary Milan Knol, oftewel mijn broer. Dus het wordt één groot gekkenhuis met fantastische elementen. Ik sta op dit moment in een loods. Het is vandaag bloed en bloedheet. Nu al, maar het wordt ongeveer 32 tot 33 graden. Dus we dachten, weet je wat we gaan doen? We gaan de boot ophalen. De visboot van mij en Daniel. Maar we gaan absoluut niet vissen. We gaan alleen maar waterpret maken vandaag. En wat voor dikke auto heb je dan, of kan je dan gebruiken om de boot te trekken? Een dikke Ram. Dus shout-out naar de vader van Bas dat we de auto kunnen lenen om de boot te trekken. Dus we hebben de boot helemaal rij klaargemaakt. We hebben hem, hij stond al op de trailer. Maar we hebben hem even vastgemaakt. De schroef afgedekt. Alles wat in de boot lag hebben we eruit gehaald. En we hebben hem vastgekoppeld. En we hebben hier achterin hebben we alle spullen om achter de boot te doen. Dus we hebben een koelboxje, maar we hebben ook touwen en we hebben banden mee. We hebben waterskis mee. Dit wordt echt één groot gekhuis, kan ik je vertellen. En Bas is erbij. Bro, ik heb er zin in. Ja, jij hebt je vaarbewijs. Ja, 1 en 2, dus dat is super chill. Ja, dat vind ik echt sick. Ik vind dat echt indrukwekkend. Dus hier is gewoon vaarbewijs 1 en 2. Want vaarbewijs 1, oké. Okay. Maar vaarbewijs 2, dat is echt sick, man. Ja, nou ja, kijk, dan moet je navigeren in de mist wel, en zo. Ja. Maar weet je, ja, dat vind ik echt sick. Varen is sowieso alleen maar vaarbewijs 1 nodig. Ja. Want het is binnenwater. Maar het is wel handig om gelijk 1 en 2 te halen. Want je ziet het, IJsselmeer, Markermeer. Je hebt er veel meer aan. En ook internationaal. Dus, Ja, dat is wel echt sick hoor. Respect daarvoor. Dus goed, we gaan richting Zeewolde. Want daar hebben we even een meeting met Shahid. Die heeft ook een boot. En op die manier kunnen we met twee boten. En Shahid heeft een waterscooter. Dus die waterscooter komt ook nog bij. Ja, dat wordt echt super dik. Die waterscooter van Shahid, oh my god, dat is een beest. Nou, daar gaan we nog even op varen vandaag. Dat wordt echt serieus absurd. Dus wat we nu gaan doen is met de boot naar Zeewolde en dan gaan we echt een fantastisch dagje hebben. De vorige keer had ik drone shots gemaakt en dat was echt een super bijzondere plek eigenlijk. In de eerste instantie zou je denken van niet, want ja, je bent gewoon op het water met de boot en je bent gewoon lekker aan het varen en je gaat ergens tussen een soort van vernauwing en dan uiteindelijk ben je die vernauwing voorbij en dan ben je weer op open water. Alleen die vernauwing van boven ziet er zo ontzettend gaaf uit. En dan heb ik het over deze drone shots die ik de vorige keer heb gemaakt. Omdat het is een tunnel, een aquaduct heet dat. Heb je het goed? Ja toch? Een aquaduct. Als je een tunnel hebt en onder die tunnel door, dan daarboven zit water. Aquaduct. Ja. Volgens mij wel. Dat is het eerste woord wat in mijn hoofd opkomt. Soms heb ik het mis, maar volgens mij is dat een aquaduct. En dat is wel echt een hele gave. Dus misschien dat we daar weer even heen gaan en wat andere drone shots gaan maken, weet ik niet. Maar ik heb in ieder geval de drone bij me. Andere kleine camera's bij me. Ah, dat wordt echt super dik. En wat me echt geniaal lijkt, ik heb een 360 camera. En dan heb ik een soort van accessoire apparaatje. En als ik die vasthoud en ik ga rondslingeren, dan krijg je echt een super gaaf 360 effect. Nou, dat rondslingeren wil ik heel erg graag gaan doen terwijl ik aan het waterskiën ben. Alleen dat is nogal een risico, want er zit geen dobber aan. Dus als ik hem dan per ongeluk loslaat of ik val, dan ben ik de hele camera kwijt en alle beelden. En het is al vaker voorgekomen dat ik een stunt probeerde te doen met een GoPro of iets anders. En dat ik serieus gewoon, of dat ik mijn bril verloor, zoals de laatste keer op het kneeboard. Ging ik onderuit, bril vloog af. Het gaat vaak goed, maar soms gaat het mis. Dus laten we in ieder geval hopen dat het vandaag goed gaat. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. Doe dan even een duimpje omhoog. En we zijn in totaal met 8 man. Dus dat wordt wel echt één gezellig boel. Dames die zijn ook aangekomen. Die waren met mijn auto gaan sporten vanochtend. Romee en Myron. Dus sportieve dames hebben zich gemeld bij de haven. Deze achteruitkijkcamera is zo ziek van de auto. Dit is echt gewoon 4K kwaliteit. Dit is echt absurd. Kijk hoe dit eruit ziet. Het is echt insane. Niet normaal. Hoort dat gewoon bij deze auto of is dat een extra functie die erop is gezet? Nee, volgens mij is dat wel een extra functie weer. Niet normaal. Kijk hoe dit eruit ziet. Dit is echt, echt bizar. Kijk, en als je dit doet, en nu is het een spiegel. Als je dit ziet, normaal gesproken, dan doe je hem omhoog en dan pop. Wow, dat is echt niet normaal. Als je op de televisie zit te kijken. Ja, het is echt, echt een hele goede kwaliteit. Ja.
Ja goed, we zijn aangekomen bij de haven en we gaan de boot eens even het water in gooien. Hola! Hallo! Ik ga even swipen. Swipe. Ja. Ja. Yes! Ja. Dankjewel! Ja. Nou, dat is wel een lieve havenmeester. Zeker. Ja. Leuke dame. Sorry shit. Zo. Ja? Toppie. Oké. Nou, ben benieuwd. Dit vind ik ook zo sick. Als je dan wil uitstappen, dan komt er gewoon een hele trede. Kijk, echt insane hoor. Deze auto is echt bizar. Echt heel leuk. Ja, goed. Even wat dingetjes voorbereiden. En dan kwakken we hem hier in het water. Kijk, deze hadden we er ook even om gedaan aan de achterkant bij de schroef. Dat is toch ook verplicht dit, of niet? Ja, ze krijgen een keuring. Ja. We hebben wel eens dat gehad. Ja, dat is zonde. Ja, dat slaat nergens op eigenlijk. Maar ja, dat heeft dan te maken met dat zo'n schroef aan de scherp is. En zo'n zak beschermt dat voor als er een ongeluk gebeurt, denk ik. Nee. Het is omdat het dan denk opvalt. Ik, zei ik ook, hè. Denk ik. Wist ja. Niet zeker. Dit is al, zodat het opvalt. Ja, zo valt het niet op. En als mensen niet op zitten te letten, krijg je dit vol je ruiting. En dit zie je heel erg. Knolpauwen rood. Hé, hey, nu snap ik het. Ja. Oké. Okay. Ja, volgens mij, ik weet niet zeker, moeten we Daniel vragen, maar volgens mij is dit gewoon waterdicht allemaal. Ja, alles waterdicht. Die hele trailer kan het water in. Anders gaan we gewoon varen met die trailer. Ja. We kwakken hem, we koppelen hem los. We kwakken gewoon die trailer en die boot erin. En we gaan gewoon varen. En je ziet het niet, maar onder de boot hangt dan gewoon een trailer. Waarom is dat nog niet gemaakt? Dan heb je gewoon een amfibie voertuig. Een amfibie, ja inderdaad. Gewoon een boot met een trailer en die hoeft er nooit onderweg. Nee, joh, gekheid. We gaan het even fixen. Maar ik weet wel dat die trailer helemaal het water in kan. Het is zo bij zee dat het niet altijd het meest ideale is. Want zee heeft natuurlijk zout water. Dus zo'n trailer kan helemaal kapot gaan door het zoute water. Als je hem echt helemaal in het water doet. Maar ja, we hebben met deze boot, Daniel en ik, nog geen één keer op de zee gevaren. Alleen maar op zoet water. Dus dan kan je gewoon de trailer wel een heel stuk erin doen. Dat maakt helemaal niet uit. Piep, piep, piep. Oh ja, dit is altijd zo chill om zo'n boot erin te halen, in te doen en eruit weer te halen. Ik vind dat zo nice. Nou, daar gaan we, dames en heren. Het is echt zo'n satisfying gevoel. Ja, zo is goed. Ja? Ja. Nou, daar ga je. Ik heb hem gewoon loslaten dat hij zo vriet! Doe eens dan! Oh ja! Oh ja! Holy damn! Hij trekt die hele boot weer omhoog! Hey, maar kunnen we even een duimpje achterlaten voor sportieve Daniel? Echt hè? Kijk hoe hij er ook uitziet, joh! Ja, de Hulk is hij geworden! Ah! En dan valt hij in één keer vlak. In één keer start hij. Lekker, je hebt er zin in, hè? Altijd met vader. Heb je er zin in, maatje? Ja, ik heb er heel veel zin in. Hallo jongens, super tof dat jullie weer kijken naar deze video. Vandaag gaan we op de boot. Ik heb er heel veel zin in. Laat er vast een duimpje omhoog achter als jullie er ook zin in hebben. En ja, veel kijkplezier, jongens. En zo heeft hij zijn intro al gedaan, hè? Oh, maar dit is gewoon een tweede intro. Tweede top, intro. De mensen hebben er nu gelijk zin in. Lekker, kom man. Met ons mee, jongens. Ja, wij kom, zijn kom. Jullie nieuwe vloggers. Wij nemen kom. Jullie even een dagje mee. Kijk, we moeten die spullen even meenemen. Hij laat dat weer ons doen, dat is ja, het, ja. Dat is Enzo, is lekker varen. Kun je langskomen? Nee, maar je weet het nog niet, hè. Maar als we, ik heb die boot nu het water in gedaan. En jij legt nu die spullen daar en dan zegt hij, dankjewel jongens, tot vanavond weer. Ja, oké, ik ga tillen. Nou, ze gaan even tillen, let's go. Wat is het probleem? Ja, nee, allemaal veel te zwaar, man. Oh, oh, hè? Brandnetel op de bladeren niet prikt, maar alleen als je de stam aantikt. Echt? Ja, dus je kan de bladeren altijd aantikken. Doe eens dan. Nee. Eén keertje. Nee. Ik weet het er juist niet zeker. Oh. Hey, we hebben nog wat spulletjes. In de achteruit, hè. In de achteruit. In de achteruit. Ongelooflijk, hè. Ik ben aan het leren varen. Hij doet het gewoon, hè. Nee, ik doe het ook niet. Kijk maar. Let hem op. Dit gaat toch goed? Ja, maar even wachten, hè. Er moet nog even wat fout gaan. Ja, dat is netjes, hè? Ja. Naar voren, hup. Alles kost tijd. Kijk. Nou, ik vind het echt goed. Voordat de Minecraft Survivor terugkomt ook. Tijd. Komt hij ooit terug en zo? Nog één keer zeggen, ook in het water.
Kijk eens hoe ik het doe. Zo. Dat is niet normaal, hoor. Kijk dan. Dit is echt. Mooi die aankomst varen. Holy damn. Nice. Het is wel zo dat ik expres even de touw had losgemaakt. En even hier zo een beetje ging klooien. Maar ik heb geen vaarbewijs. Maar ik vind het wel heel leuk om te varen. Alleen ik vind het nog wel eens lastig. Omdat net zoals hier met beperkte ruimte, zeg maar, moet je best wel gaan sturen en zo. En dat is best wel gek, hoor. Want als je de motor naar achter doet, ga je ook echt naar achter. Echt? Dat is meestal toch zo als je de motor naar achter doet. Nee, want als je in de auto zit en ik doe mijn pook naar achter, dan zet ik hem in zijn drive om naar voren te gaan. En als ik in zijn achteruit ren, de auto, ja, oké. Je hebt hier maar twee standen, bedoel je dan? Ja. Ja, inderdaad. Dus dat vind ik best wel gek. Dat is net zoals dat je met een aanhanger rijdt en je wil achteruit en je doet het stuur naar links. Ja. Dan gaat die aanhanger naar rechts. Ja. Snap je? Het is tegenovergesteld. Ja, het is even wennen. Ik heb wel mijn aanhangerrijwijs, dus op zich dat kan ik wel, maar dit is weer even wennen. Maar wil je ook je vaarbewijs halen? Ja. Lekker, maat. Zeker. Ja, ze gaan je ooit je haar. Ik zal één keer zeggen hoe je water. Ik wil wel helpen, hoor. We hebben aardig wat leuke mensen vandaag. We hebben namelijk, Bas wisten jullie al. Maar Romee en Marvin die waren er dus al aangekomen. Daniel die is er dus bij. En Noël is er ook bij. Hey, jongens. Hey. En straks komen er nog meer. Samantha die komt nog. Shahid die komt nog. Dus dat wordt hartstikke gezellig. Denk je trouwens dat Noël er al klaar voor is om op die band te zitten en gelanceerd te worden? Ja, dat wordt wel echt leuk. Hoor je zo'n gilletje? Dat wordt wel echt leuk. Dan laten we eerst even zien. Nee, dan laten we niet zien hoe ik vloog. Nee, we laten niks zien. Komt helemaal goed. We gaan straks lekker varen. Een vraag, ben je wakker? Ja. Of wil je nog een beetje wakker gemaakt worden? Ik ben wakker. Nou, niet helemaal, vind ik. Ik wil helemaal wakker maken. Ik wil niet op. Jawel. Oké, dat komt nog wel. Ook al moet ik zeggen, hier zo dit stukje water bij het tankstation. Oh, Noël, mag je wakker maken alsjeblieft? Nee, jongen. Dit is gewoon een en ander. Ja, maar je doet met je mee. Ik hoorde net dat hij al had gelekt. Hier nee, gewoon even tasje af, brilletje af, petje af. Ik zo op mijn rug en dan ga ik persoonlijk. Zo! Dan ga ik binnenkort weer Minecraft Survival doen. Als jij nu. Ik kreeg zoveel ziektes van die benzine die. Nee. Wat zeg jij allemaal, jongen? Wat een onzin. Ik ga ook een Minecraft Survival. Nou, neem anders Bas op je rug mee. Bas, die is er wel voor in. Samen ten onder. Ja, Noël die heeft gisteren een feestje gehad, dus die moet er even een beetje bijkomen. Vandaar dat ik dacht, dit is wel ideaal om wakker te worden. Hey Daniel, is deze onderbroek van jou? Dat is deze van Michel. Nee, die moet van jou zijn. En die lag bij ons thuis. Dat is niet van mij. En die lag bij ons thuis. Ja. Oh, oh. Schat, jij moet opnieuw aan de leugendetector. Jij moet opnieuw aan de leugendetector. Weet je het zeker? Ja, ik heb alleen deze en knophouden. Nee, ik heb alleen deze en knophouden. Hey. Nou, dat moet die van Michel zijn. Kom maar Bas. Oh, nee. Oh, rij erin rennen. Kom diep hier, hè. Oh my god. Ja, Bas is wel een lange plank, dat wel. Hé, hey, wat schapje, man. Wat joke. Ja! Lekker water. Lekker, hoor. Ik ben gelijk 5 ziektes. Nou, ik moet zeggen. Ja, respect. Hey, respect is respect terug. Of wat zei die ook alweer? Wat zei je ook alweer? Oh ja, represent respect. Ja, represent respect, man. Ja, ik wilde serieus eigenlijk net vertellen dat ik. Het is wel altijd een beetje zo'n dingetje dat water hier bij de haven, al helemaal bij zo'n tankstation, is niet altijd het lekkerste water wat er is. Maar goed, aan de andere kant, joh, wat boeit het ook. Komt allemaal wel goed, joh. Nou, laten we even alle spullen in de boot doen en dan kunnen we lekker varen. We hebben hier namelijk aardig wat spullen wat nog allemaal gaan meenemen. Kijk, de drone-tas. Dus dit wordt helemaal dik vet prima. Kijk nou eens eventjes wat ik heb gekregen van Myron. Dit is echt geniaal. Romee die zei dat. Van, oh, het lijkt wel heel erg op dat snoepje. En gewoon precies dat snoepje hebben ze ook nog. Kijk dan. Gewoon letterlijk, ja, dit snoepje. Hij past er precies. Gewoon precies, ook met die streepjes, maar daar is zo. Een lekker snoepje. Is ja, lekker? Sowieso. Ja, je wordt er ook wel echt vrolijk van, hoor. Echt heel vrolijk. Geef eens gas. Je mag niet om 6. Ik noem wel die slaap nog, jongen. Niet in mijn aura. Oh, sorry.
Noël zit in een ander soort vloog. Hey, Noël. Maar voor de mensen die zich afvragen van hey, waarom ben je dan nu toch aan het varen, want je hebt geen vaarwijs. Er zitten twee mannen hier achter met een vaarwijs. En als die gewoon aan het opletten zijn, dan mag ik gewoon varen. Iedereen mag varen als je 18 plus is. Alleen mijn vaarwijs. Als er iemand een vaarwijs bij is. Oh, Bas, de vaarwijs dat ligt... Dat gaat echt top. Maak er wel een screenshot. Ah, top. Die ligt in de boot. In deze boot? Ja. Oh, nice. Moet je kijken wie we daar hebben. We komen net uit de haven, dat is gewoon Gio. Huh? Gio! Wat de hek? Komt er een keer Gio voorbij? Ik ga ook gewoon door. Wat de hek? Oké, okay, nou, ik stopte voor jullie, maar leuk man. Gezellig. Ja. Mogen we een foto met jullie? Oei, oh, geniaal. Oké, okay, dat is heel random. Hekskaas? Hekskaas? Heksen, ik wil kaas! Zo lief. Geen oh, ja. Oh, de bodem is goor. Goor. Het zag er waarschijnlijk heel raar uit op camera. Dat ik in één keer zo rechtop sta. Zo space. Ja, maar hoe chill is dit? Ja, dit is echt zo. En nu gewoon even lekker broodje eten, lekker lunchje. Mooi hoor! Hoe kan ik dat zo diep? Mag ik ook eens? Nice. Nou, beetje raar, hè? Maar kijk dit. Ziek, hè? Zo ziek. Waar heb je hem gelaten? Zo. Even kijken, let op. Mojo. Dat is zo wow. Raar dat hij er bij jou in gaat en bij hem weer uitkomt. Ja, zo te antebruin van. Ja, omdat je het bruine meuk opsmeert. Kijk dit hoe dit uitziet. En het ruikt zo. Oh my god, dit is gewoon dat toetje. Dit is gewoon sowieso vogelkak. Chocolade. Nee, het ruikt naar nou watermeloni, moet je maar ruiken. Watermeloni. Ah, oh, oh, dat is wel echt. Ik denk dat het vervelend is als iemand zijn gezicht is. Ik moet even wat pakken. Nee, ik ben nu aan het insmeren. Ah, ik word er helemaal. Maar ja, dit is wel een bijzonder spul. Helemaal poepiebruin. Sorry Bas, deed niet expres. Mag ik eens zien? Hey, wat betekent ook weer als er allemaal zo vogels op het water zitten? Dat de vis zit? Geen idee. Nee? Heeft dat geen verklaring? Nee, ik denk dat ze heel dicht bij ons in de buurt liggen en liggen te wachten tot wij etend water gooien. Dan, oh ja, dat kan wel, ja. Dat denk ik. Oh, het is hier al 4 meter. Oh, beter. Dan kunnen hier, Beter, 4 meter. Dames en heren, we gaan even een spelletje doen op het water. Dit lijkt me echt geniaal. Ik heb wel zo'n variant als dit gezien op TikTok, maar we gaan het even voor de vlog doen natuurlijk. En dat is namelijk het volgende. We krijgen elke keer een onderwerp. En dat onderwerp moeten we uitvoeren in de lucht van de boot af. Ja! Dat is het eigenlijk. Klopt. Zo, die boot gaat het heen en weer, hè? Zo, niet normaal, hè? Dus, zijn alle deelnemers klaar? Zeker weten! Nice. Romee die doet ook mee. Ja, die boot gaat echt heen en weer. Ik ga echt vallen. Nee, maar komt goed. We kunnen leunen tegen elkaar. En dan het eerste onderwerp is de Superman. Superman. Hè? Of in dit geval Superwoman. Oké, okay, en wat we dan gaan doen is als Mywin springt en hij doet de Superman pose of Superwoman pose, dan wordt er op het beste moment wordt het beeld stilgezet en dat is dan de foto en dan gaan we kijken hoe het er uiteindelijk uitkomt zien. Ik ben heel benieuwd. Klaar yes, voor? Klaar voor. Oké, okay, Superman hè? Ja. Ja. Dat was wel goed. Ja. Ja, ik denk het wel, denk het wel. Komt ie. Noël gaat. Oh! Ja, die was heel nice. Ja, schilder. Hoe diep is die hier, Daniel? Het is 2 keer 11, 3,3. 3,3 meter, oké. Okay, het is in ieder geval diep genoeg, dat scheelt. Yes, Bas. Hey, Bas, u! Oh. Ah, dat was een mooi sprongetje, mooi sprongetje. Daniel? Ja, die was keurig. Keurig. Nou, Romee. Oh, nu krijgen we. Dat is wel goed op zich, hoor. Die zag er wel nice uit. Yes. Yes. Hey! Woo! Nice, nice, nice. It was Superman. Oh, oh, het is wel echt lekker, hè? Lekker water. Lekker wakker worden. Ja, de volgende is Ninja. Nou, ik denk jij. Jij staat er klaar voor. Laten we zien, Daniel.
Ja, dat geluid erbij, dat hoor je niet op de foto. Maar... Nou, kom maar door, Bas. Dat was een goede copycat. Wil je gaat diep hier. Goeie schreeuw. Ja, dan ligt aan jezelf hoe diep je gaat. Oh, die was wel sick hoor. Silent Ninja. Boy, joh. Oh, die was wel sick hoor. Ja, die was vet. Daar komt Noël. Die was wel sick. Die draai was wel cool. Ja, ik ben benieuwd. Ja, ik denk dat het wel vet is. Kijk, daar komt Shahid. Daar komt Omer Shahid aan. Nou, misschien wil hij ook wel meedoen. Ja. Wel een dikke boot, hè, dat. Ja, joh, super vet. Slagschip. Hij vaart ons zo de midden. Ja. Hey, Shahid! La 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 la. Hey, doe je beste Superman impressie van de boot af. Ja, je moet een Superman sprong doen, want dat hebben wij net allemaal gedaan. Hier is een trapje aan de achterkant. Hey, maar dit is nog 100. Beter. Als je hem daar zo neerlegt, ja? We kunnen vanaf de voorkant eraf springen en vanaf deze boot. Ja, vanaf dat hout. Dat hout ziet er veel beter. Ja, is goed. Oké, ga je gang. Dat was een goeie. Oké, daar komt hij. Die was perfect. We hebben het nu veel beter voor elkaar, omdat Ilko is gekomen met de boot. En die is wel echt flink wat groter en die heeft ook een dek voor en een dek achter waar je echt veel makkelijker vanaf kan springen. Dus wat we nu gaan doen is gewoon precies hetzelfde, maar dan vanaf de boot van Ilko. En dan kunnen we veel beter springen. Wat gaan we nu doen? Ronaldo. Ronaldo. De beste Ronaldo impressie. Wat was dat? Wow, gek. Nou, er komt er al mee. Je kent Sui? Geen geluid, helemaal niks. Geen geluid, niks. Sorry. Sui. Sui. Wat was dat nou weer? Sui. Zo, dat was goed hoor. Oké, volgende is poepen. Op de wc, kakken. Hij deed ook gewoon zo. Koek, ja. Ja, goeie hoor. Niet op mij poepen. Nee. Oh, ik ben nog. Yeah! Nice. Dat lukt op. Zo, dat waren ze, dames en heren. Hoi, hoi, hoi. Laat even weten in de reacties welke jullie de allerbeste vonden. Van allemaal. Van wie? Laat het weten. En in welke pose dan natuurlijk. Oké, goed. Nou, we gaan nu gewoon even hier lekker chillen. We hebben het anker uit. En ja, gewoon even een paar bommetjes maken, een paar plonsjes maken. Gewoon lekker genieten van het warme weer. Oeh. Lekker, mannen. Oh, oké. Okay. Steady. Jezus. Dat is echt ziek, hè? Wow, heel. Kijk die stroom in. Ready?
Die was echt heel nice. 40? Ja. Dat is echt clean hoor. Ja, maar als je geen golfjes hebt, kan het makkelijk. Ja, dat is het. Als je een golfje hebt, ook al is het met 30, geen vlieger. Ja. Ja. Dat heb ik ze net ook alweer gemerkt. Yo, vorige keer met Michel, je was bijna dood. Ik kwam zo'n B-liner van de andere kant. Ik zie die golven zo. En hij was eigenlijk de bedoeling dat ik hem zou lanceren op die hekgolf van die boot. Maar hij ging er al af in het golfje ervoor. Dus hij ging zo flop en toen viel hij al. En toen kwam hij in die hekgolf. Nou nah, jongen. Oh, tand door zijn tong heen. Nou goed, wie wil nu? Ja, dat is leuk. Ja, ik wil wel. Ja? Ja, lekker. Yeah. Nou, toppie. Oh. Wil je ook een keertje mee stuiteren? Ja, vind je dat leuk? En zo vind je dat wel tof? Ik ben wel wat gewend, gelukkig. Ja. Ja, dat is wel waar. Ik bedoel, Bas die doet natuurlijk... Werk. Die, ja, dat is wel knap, want Bas die vaart aan de boot en gaat er zelf ook nog achter. Ja. Dat is wel echt, moet je een keer zien. Dat vol gas, buik ik erin. Dat is wel afstand. Ja, ja, die... Noël, gelukkig is de telefoon niet weg. Nee. Kijk, Virginia heeft altijd mooie boodschappen. Dat is een fijne boodschap. Je komt op de boot en de eerste wat je te horen krijgt... Ja. Hé, hey, jouw telefoon is gewoon veilig, man. Hey, ik kan maar niet laten. Respect. Represent respect. Respect. Hé, Bas, als je er vanaf hier inspringt... Ja, dan... €15. Ja. Ja. Daar haal je. Ik keur hem ook goed, ja. Dat is gewoon €10, hoor. Hey. Dat is gewoon €10. Zonder water raken, natuurlijk. Om het water te raken, dat zei je niet. Stuur mij tikkie. Deze jonge man die kent maar twee dingen in het leven en dat is genieten en eten. Hij is net van de band af en het eerste wat hij doet is eten. Kan je staan? Kan je staan? Staan! Kan je staan? Oh, hij blijft gewoon staan hoor. Oh! Mooi joh, dat was wel echt knap. Dat was een leuk idee, maar... Ik wilde gewoon even kijken of je echt ervaring had. Hij doet twee duimpjes omhoog. Zo, maar hey, eerlijk, je kreeg hem bijna niet van de band. Machine, hij vloog nog steeds zo. Ja, ja. Hij liet hem niet los. Ja, hij liet hem gewoon niet los. Hij had wat een machine, jongen. Ja, dat is echt niet normaal. Hij is ook alleen maar aan het lachen, die man. Hoe doe jij dit? Jij bent hier echt tering goed in. In de lucht had je hem op vast. Huh? In de lucht had je hem op vast. Ja, ziek hè. Die eerste... Ja, ziek hè. Ziek hè. Maar gewoon niet treden, dat was het probleem. Want jij bent hier echt goed in. Ja. Hoe kan je hier zo goed in zijn? Gewoon goed vasthouden. Heb je nergens last van? Nee. Alleen op het begin, die eerste, dat ik zo andersom zat, viel ik zo op mijn arm. Toen dacht ik, oh, ja, het is helemaal rood. Gebroken. En toen dacht ik, nou ja, dit is nog. Oh. Maar wow! Hey, serieus, represent respect. Ja, maar echt, jij ging een soort van achteruit salto of zo. Dat is echt vet. Maar je bleef nog vast, nou ook. Ja. Maar weet je serieus wat ik denk dat het is? Dat denk ik echt oprecht. Ik denk dat als je niet zo heel hard gaat, dan heb je echt een goede golf die je kan nemen, ga je vliegen. Als je heel hard gaat zoals dit, dan breek je die golf al een beetje. Ja, denk het ook hoor. Dat is het. Weet je wat we nodig hebben? We hebben een B-liner nodig die langsvaart. Ja. Vraag of die een hekgolf wil maken, dan kan je echt salto's. Ja, dat weet is je wat normal. Ik vorige keer nee, zag? Nou? Serieus. Ik had een filmpje TikTok gezien van iemand. Die lag zo op zijn buik en die ging zo en die ging zo zijwaarts en deed die zo in de lucht zo en dan landde die meer. Ja, dat is niet normaal. Dat is wel iets voor Bas uiteindelijk. Ja, uiteindelijk. Maar het is wel zo dat die blauwe, die pomp, of die band zeg maar, die blauwe, ja. Die is eigenlijk wel echt vliegmateriaal. Ja, ja want die vangt wind. Ja, die gaat hard. Kijk, zie je die vogel, zie die vogel hier? Zo hoog, dat kan. Dat kan, zie je? Nee, dat kan niet, maar het is wel hoog. Nee, maar ik vind de boot niet zo leuk. Nee? Minder. Nee, dan moet je achter Ilko's boot doen. Eén is Nou goed, in ieder geval, ja, deze lens is nu een beetje ingezoomd op mij. Dit is het verst weg wat ik kan inzoomen. En dit is het dichtstbij wat ik kan inzoomen. Dus je kan je voorstellen dat dit heel erg fijn is om iedereen te filmen achter de boot. Maar als ik mezelf wil filmen, dan is het in één keer een beetje dichtbij. Dat is anders dan dat jullie gewend zijn. Ik heb echt zo'n wijde lens, weet je wel. Maar super nice. Nou, wel dapper, Romee. Ja. Ja. Met lichte twijfel in de stem. Ik heb al met haar afgesproken. Hij gaat normaal doen. Die gaat normaal doen. Nou, ik ken Daniel al lang genoeg. Nee, maar met dit soort dingen doe ik wel voorzichtig. Ja, dat is wel echt zo, ja.
Gewoon in één keer springen. Gewoon laten vallen op je bips. In het gaatje. Niet zo. Nee. Gewoon in één keer springen. Ja? Het zie je hij en normaal doen. Het was een heel flauw grapje. Flauw, ja, flauw. Ik zal het niet meer doen. Nu weet je hoe koud het water is. Ja, het is niet koud gelukkig. Dat is wel goed, je kijkt het wel positief. Hier is de voorkant. Nou, nu gaat hij in één keer helemaal lief doen, hè. Dit is de voorkant, dit is de... Doei! Hier zit lucht in. Ja, dit is een band, er zit lucht in. Nee, oprecht, heb je er een beetje zin in? Ja. Oké, nice. Dat is mooi. Als hij zint, krijg je twee keer zo mooi terug, hoor. Ja, doe nog een keer. Kijk, ik heb gewoon een badkuip. Hij neemt zijn bootje. Hij doet nog eens die krappe bocht aan. Kijk die campingbaan. Kijk ze met z'n allen daar achter op de plateaus. Oh joh. Moet iedereen zo erin duwen. Ja, het is dat die boot op de bodem ligt. Zo mooi. Oké, dames en heren, het is tijd om even om te draaien. We gaan even iets helemaal anders doen. We hebben de band in de boot gedaan. Of tenminste, die ligt daar bij de boot van Eelco. En ja, daar zit het publiek dan ook voor Bas. Die gaat proberen te wakeboarden. Ben je er klaar voor? Ja, mooi. Blijft echt een dikke motor deze. Hoe zeg je nou, Mercury of Mercury? Mercury? Echt een brute. Ik ben nog steeds zo blij met die boot. 100 pk erachter. Ja, het is echt vet. Het is echt niet normaal. Nu komt het eindelijk tot z'n recht met het lekkere weer. Ja, dat is fijn, hè? Niet alleen het vissen is vet, maar het is echt wel leuk om zo ook met de boot met de trailer naar Zeewolde te gaan. Ja. Ik vind dit echt wel leuk ook om te varen hier zo. Ja, toch? Ja, zeker. Is het even anders? Ja? Nou, daar gaan we. Nee, dat gaat niet lekker zo. Nou, het is wel moeilijker dan je denkt, dat sowieso. Ik heb mijn zwemvest ook aangedaan. Dus ik ga het ook even proberen. Ook al moet ik wel zeggen, dit is 100 pk, gaat super dik. Maar met zo'n wakeboard moet je wel echt hard het water uitgetrokken worden. Ja, ik denk dat met skis harder, dat je harder moet. Ja? Ja, die wakeboard die geeft best wel veel weerstand in het water. Ik denk dat je minder hard hoeft dan met je skis. Dat is moeilijk, hè? Ja, ik had echt geleerd dat je helemaal zo in je knieën moet schuin houden. En dat je er zo uit wordt getrokken, maar... Zo gaat het in je hoofd, maar niet in werkelijkheid. Ja. Nou, gaan we even wisselen. Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. Ziek, hè? Kan het wel. Hij kan het echt goed. Perfect. Ja, hij is goed. Legend. Oh, dat wakeboard is zo lekker gevoel. Maar ik maakte het in de scherpe bocht. Ja. Maar kijk, er mist ook een fin. Oh. Net ook niet. Dus misschien dat ik daardoor met een bocht niet helemaal goed ging. Of is hij eraf gegaan net? Nee. Die zat er al niet op dan. Dit is ook echt een oud ding dit, hoor. Ja, hè? Weet je wat echt super nice zou zijn? Nou? Als Bas nu van de boot gaat en daar gaat staan, dan vaar jij precies zoals je net hier langs vaarde en dan wakeboard ik zo op het zand. Ja, sick. Dan glijd ik zo door. Goed. Hey, ciao! Kijk dit wakeboard, kijk hoe oud die is. Dat is toch echt sick? Echt sick. Kijk dan. Het staat er ook op. Sick series. Design and shape. Hij is echt heel oud. Juist vind ik hem wel gaaf omdat hij zo oldschool is. Maar ja, die fin mist hier gewoon. Dat is wel echt zonde. Dat scheelt wel, ja. Die is er gewoon echt af. We doen het er maar mee, hè? Zo is dat. Ja, en deze pets die kunnen los. Zie je? Die zitten niet meer vast. Ik weet niet of ze überhaupt vast moeten zitten. Volgens mij wel, maar... Volgens mij ook. Zo droog dat ik hier ook lig en jij gewoon staat. Het ziet er zo mooi uit. Kijk. En dit op die boot daar zo. Ja. Ik ben in ieder geval veilig hier. Yeah! Kom niet dichtbij! Dichtbij genoeg. Damn. Het zag er wel smooth uit, denk ik. Maar ik kwam niet dichtbij genoeg. Hij wordt harder. Ja.
kan niet verder. Zo. En even lekker chillen. Lekker. Ah, joh, dat is zo'n fijn gevoel dat je zo hard zo hierop afkomt. Dan zo op het zand en dan. Het is een lang stuk ook. Dat je zo heen doet. Ja, voelt echt fijn. Dat is wel hoog. Jij dan! Kleine boek. Oh, de regel. Je stoet het, ga je erin. Ja. Heb jij getoet, hè? Gooi erin, gooi erin. Ja, hè? Hij maakte zich helemaal klein. Hey. Wie deed dat? Ja, wat denk je? Hij deed dat. Wie deed dat? Jij. Ik. Lekker geslapen? Ik heb niet geslapen. Oh, alleen gezond. Als je gaat toeteren, dan moet je het water in. Nee. Jawel. Oh, een neppe toeter. Een neppe toeter. Zal ik een bommetje doen? Ja. Een heel groot bommetje! Nee, jij mag toch niet? Hoe salt dat? Ja, ik mag weer met mijn tattoo. De vorige keer mocht ik niet met jou zwemmen, hè? Maar nu wel. Hoe hoog zal ik het bommetje doen? Zo hoog of zo hoog? Hé joh, hé joh! Hé, mijn duwen! Nou, duw dan. Ho, ho, ho! Wow, hier was hoog. Oh, joh. Hommetje! Ja, wacht! Ik ga niet tuteren! Heb je nog wel zo'n brandend gezicht al gepillend? Bro, er zit zelfs hier nog helemaal niet. Je moet het even uitspitsen. Veert uit. Film hem maar weer. Zit hij wel lekker. Durf jij te tuteren, meneer? Ja. Doe dan. Moet ik toeteren? Ja, nu gaat hij het water in. Nee. Nu mag jij doen. Nee, jij moet het water in nu. Jawel. Nee, dan moet ik het water in, toch? Oh, duw hem maar het water in. Nee. Oh, zo. Huh? Even kijken. Hier. Wat is hier aan de hand? Hé, wat doe jij? Oh. Hé, joh. Wat doe je, joh, gekkie? Hij is aan het verdrinken. Hier, Marvin is ook aan het kijken. Oh. Dat is een hobbertje. Deze, maar is ook een andere. Hé, je moet de telefoon. Hij viel gewoon. Omdat jij er afsprong, ging die hele boot. Hé, ga je niet. Wat ben je aan het doen, maatje? Moet hij open? Ja. Pas op hoor, niet leunen tegen de autodeur dan. Oh, hij zit op kinderslot, denk ik. Ja, ja. Moet je kijken hoe Luciano eruit ziet, hoe klein. Het is echt niet normaal, kijk hoe klein hij eruit ziet. Ja, dat denk ik ook, ja. Echt mooi om hem zo in die auto te zien zitten. Hi Luciano! Ga je zwaaien? Luciano! Zwaaien! Ga jij hier ook in? Ja, ik ga er ook in. Ik ga voorin zitten bij jou, moet ik achterin bij jou zitten? Moet ik achterin bij jou of voorin? Ja, hier. Ja? Oké, okay, kom ik bij jou. Zo, zitten we met kids hier in de auto. Ja, kom maar hier, één iemand hier in het midden zitten. Zo, het waterdagje, dames en heren, was echt gewoon perfect. Was geslaagd, niet normaal. Wat was het leukst? Oef. Wat vond je het leukst? Band. Met een band? Ja, was echt gruwelijk, was echt heel vet. We hebben eten besteld bij het adres van Samantha. Ilko en Shahid moesten er wel halverwege vandoor, dat was jammer. Maar het was alsnog gezellig dat ze even langskwamen. Dat was echt jammer, hè, dat papa weg moest. Maar het was echt hartstikke gezellig. Zo ontzettend gelachen. En ziek dat Bas de hele tijd op die band bleef. Wat is er? Hij wil allemaal dingen vertellen en laten zien. Oké, we gaan weer lekker wat eten. Ik heb echt superveel trek ook van het water gekregen. Dit is wat we eten, dames en heren. Oeh, lekkere pasta met kip. Oeh, en, lekker. Dat is wel goeie. Ja, ik vond hem ook best goed. Nou, we hebben
Allemaal een beetje gemixt van pizza tot pasta tot noem alles maar op. Dus lekker groepje hier zitten we te eten. Heerlijk te smikkelen. En dan zeggen we... Smakelijk. Bon appetit. Oh, ik dacht weer aan oeh lekker. Oeh lekker. Oeh lekker. Oeh ja. Niemand wist het ook. Wat moet je zeggen? Nou goed, we gaan in ieder geval even lekker smikkelen. Maar ik ben wel een beetje gaar. Ik ben ook een beetje verbrand op mijn neus. Klein beetje, maar kijk naar je nek. Ja. Is overal rood, jongen. Ja, is een beetje. Maar hey, knophouden rood. Je het zelf. Nou, Milana die heeft even wat ijsjes gehad voor iedereen. Uit de vriezer. En die wil ze even laten zien wat er allemaal is. Alle ijsjes. We kunnen gelijk de buurt uitnodigen. Maar waarom alle ijsjes? We zijn met 8 mensen of zo. Hé, hey, een hondje wil ook een ijsje. Ja, zo fijn. Die gaan niet op schoot. Nee, nu moeten ze ook weer terug in de... Ja, ze gaan allemaal opeten, Milana. Ja. Welke is het lekkers? Die mij, Milana heeft, maar daar is er niet nog eentje. Daar is er maar één van. Die vogel. Gaat er wel in, hè? Ja, splitje. Zal ik een prijsje nemen? Hey, maar deze kun je ook splitten. Ja, dat is waar, ja. Ja, had ik vroeger wel altijd, maar... Zo, dat is ook een manier om open te maken, ja. Maatje, ik ga er vandoor. Hij wist wel, volgende keer weer wel zwemmen. Volgende keer wil je zwemmen met mij? Volgende keer gaat hij dicht. Oh ja, het zwembad bij jullie wordt gemaakt. Maar we hebben de hele dag al gezwommen, hè? Maar je wil hier zwemmen met mij? Ja. Maar doen we volgende keer. Wat doe je altijd als ik wegga? Maatje, kom eens hier. Ik ga naar huis, maatje. Oh, hier, mijn andere maatje. Ik heb er ook een knuffel van. Ik moet hem halen bij Luciano. Luciano, ik krijg een knuffel. Ik ga naar huis. Ga maar staan. Ik geef maar een knuffel. Goed zo, maatje. Tot de volgende keer. Nou, hij zit op zijn telefoon. High five. Tot de volgende keer. Tot over een week. Tot over een week. Rust gaan, bro. Ciao. Zo, die gaat er ook weer vandoor. Ja, ik doe maar even mijn sokken aan, want ik heb even te lang op blote voeten gelopen. Oh, zo, ik val bijna uit die auto, wat hè. Maar kijk dan, joh, mijn voeten, dat is echt niet normaal. Dus ja, ik doe even mijn sokken aan. En dan zijn we ondertussen, dames en heren, bij de loods. Waar we de boot netjes hebben neergezet. Dus dat was echt helemaal top. En het is ondertussen alweer donker buiten. Dus wij gaan lekker naar huis. We hebben lekker naar wijkbestuursteden gereden. Ik zal heel eerlijk bekennen... Ik heb eventjes geslapen. Poh. Je hebt ook in deze auto alle ruimte. Het is echt absurd. Dus ik heb heel even 20 minuutjes geslapen. Maar ja, nu is het nog iets van echt een kwartier, 20 minuten naar huis. Dus zijn zo. Dikke prima. Net. Zo, dames en heren. Ondertussen weer thuisgekomen. En ik ben echt helemaal gaar. Ja, en dus verbrand. Dus toch niet goed ingesmeerd. Ja, vooral mijn neus, ja. Die is wel echt... Zo, dit is de camera dan. Een beetje vlek erop. Zo, dat is iets beter. Kijk. Maar goed, ja, mijn neus is wel echt... Goed rood, ja. En mijn nek ook als het goed is, werd mij verteld. Nou goed, we gaan lekker slapen. Het was echt een fantastisch dagje. Uiteindelijk helemaal niet allemaal alles kunnen doen wat ik wilde doen. Ik heb niet met de drone gevlogen. Ik heb niet met die camera zo rondlopen zwaaien op de waterskis. Ik heb geen eens op de waterskis gestaan. Maar zo'n dag gaat toch heel erg snel voorbij. Voordat je het weet, ben je dus ook alweer thuis. Maar we hebben wel hele andere leuke dingen gedaan. Het was echt, echt super gezellig. Dus hopelijk hebben jullie met ons mee kunnen genieten vandaag. Vergeet dan niet even een duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Ik zie jullie heel graag morgen bij een gloednieuwe vlog. Om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace.